Mensen, leuk als je weer zit te kijken naar deze nieuwe vlog van mij. Misschien ga ik nog wel vanmiddag naar buiten toe. Als mijn pieper nog gaat. Dus. Zo, ik ga nu voetballen kijken. Het beste van alles willen voorkomen, dat gaan ze proberen met. En we zijn onderweg voor dit. Zo, daar gaan we dan. Kom op, FC. Dan. Nou, dit centrum zal gewoon van hier spelen. Zie je, altijd wel zo hoog moeten. Positiewisselingen, zodat ze bij Groningen een keuze moeten maken. Talifico, aanvoerder van de Argentijnse nationale ploeg de afgelopen interlandperiode. Mazraoui, zijn debuut maakte in de Marokkaanse nationale ploeg. Waar kom aan? Met Diego Warmerdam, Ziyech, die gooi is voor Groningen. En dus is het geen treffer. Yes! Dat was het dus nog. Ga niet door, doelpunt. Yes! Die geur had het al. Lekker pik. Want. Ja, het is. Buitenspel. Lekker pik. Lekker man. Kom op, beste. Dus de 1-0 van Talifico is alweer uit de boeken verdwenen. Lekker pik. Kom op. Oh, gelijkheid. Kom op nou, dit is toch geen panel? Jonne, 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 jonne. Huntelaar is Duntelaar zeker. Jubileumtreffer te produceren. Het zal zo'n vijfde van het seizoen zijn. Normaal is daar iets doen te maken. Of de strafprobleem. Er was even overleg. Want Huntelaar kan namelijk de geschiedenisboek in. Dit zou zijn 250ste competitiedoelpunt kunnen zijn. Van 127 in de Eredivisie. En dan heeft hij net zoveel gemaakt als Marco van Basten. Huntelaar doet dat. Oh, en dat is daar de jubileumtreffer voor Klaas en Huntelaar. Godverdomme. Mensen, dit is alweer het einde van de vlog. Doe nog even een blauw duimpje omhoog en dan zie ik jullie volgende week maar weer bij een nieuwe vlog van mij.